Een hele goede middag en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Absolute Motors, waar we auto's mooier, beter en sneller maken. Wij gaan nu richting de werkplaats om te laten zien wat we deze week aan werkzaamheden hebben. Dus kom met me mee. Even de muziek uitzetten voor jullie, want anders dan hebben we auteursrechten, claims en hoge boetes. Willen we niet. Sorry jongens, we komen aan bij de auto van de bekende Nederlander. We hebben vorige week al een klein beetje over verteld. Maar daar gaan we nog steeds niet dieper op in, want dat doen we pas in een volgende video. Dan pakken we deze auto even helemaal apart en dan gaan we alles laten zien. En ook van wie deze auto is enzovoorts. Daarnaast hebben we de RS6 van VDM Cars, waar we vorige keer eigenlijk al een kleine intro op hebben gegeven. En zoals je ziet is die nu voorzien van een wrap. Dit is satin khaki green. Satin is eigenlijk een glansgraad tussen mat en hooglanzin. Ja, geeft juist wel een mooi effect omdat hij niet helemaal mat is, wat hem goedkoop maakt eigenlijk voor het zicht. En ook geen hooglans, waardoor je wel echt ziet dat het een gewrapte auto is. De bumpers liggen nog los. Bo is ondertussen alle delen aan het terugmonteren. Spoiler wordt dadelijk gemonteerd. Interieur wordt teruggemonteerd. Bumper wordt nog helemaal netjes opgehangen. Achterlichten worden gedaan. En de uitlaatpassing die is gedaan. Dat is in principe nu nog niet te zien, maar die gaan we je later wel laten horen. Hier zie je het originele wiel van de RS6. 285 banden rondom, dat gaan we behouden. Alleen het design wordt natuurlijk een stuk mooier van Vossen. En in plaats van twee kleuren gaan we naar één kleur, hoogland zwart. Persoonlijk een grote verbetering. Kijk, en hier hebben we de nieuwe velg. Stukje breder dan de originele wielen, waardoor die beter aan de wielkast komt te staan. En uiteindelijk gewoon een veel dikkere stance geeft, zoals we dat noemen. Banden zijn wel wat getrokken, want het is nog steeds 285. Zelfde rolomtrek, zelfde maat als origineel. Alleen dan een veel dikkere velg. Ja, wrapping kan je eigenlijk sowieso al zien, alleen voor een uitlaat moet je even luisteren. Oh ja, een belaste auto die klinkt anders dan een onbelaste auto. Dus dat houdt in dat op het moment dat je gaat rijden met een auto, dat die soms net wat meer, net wat ander geluid maakt dan wanneer je stilstaat en alleen maar gas geeft in zijn neutraal. Ben je er klaar voor? Ja. Gaat wel hard hoor, zo'n RS6. Ja. Het is nat. En trek hem even volgas weg. Het is geen launch control. En nog steeds gaat dat ding gewoon goed hard van de streep. En dat is dan wel weer leuk aan zo'n RS6. Er zitten nu Vossenvelgen onder. Met de andere banden, maar de banden zijn in principe gelijk aan die van de originele RS6. Dus qua tractie behoudt hij gewoon nog steeds zijn originele tractie. Alleen dan met veel dikkere wielen. Waarom hebben we de aanpassing aan deze auto eigenlijk gedaan? Want deze auto is van VDM Cars. Zij verkopen auto's. Zij verkopen vaak jong gebruikte auto's, de wat dikkere, de exclusievere auto's. En dan heb je al een hele dikke RS6, maar waarom komt hij dan naar ons toe om dan alsnog uiterlijke aanpassingen te doen? Oké, dat klonk toch wel lekker. Ja, de auto die is origineel wit en dat is niet zo'n hele spannende kleur. Tuurlijk krijgen ze die wel verkocht, er is echt wel iemand die een witte RS6 zou willen. Alleen ze vinden het ook wel eens leuk om een wagen een beetje op te knappen, om er een beetje een stoer ding van te maken. En zeker bij een wagen zoals een RS6 is het echt wel de moeite waard. En dus hebben we voor een hele speciale groene kleur gekozen in plaats van dat je voor een mat grijs gaat of mat zwart of dingen die je eigenlijk altijd al ziet. Ja, dat gaat uiteindelijk goed gepaard met de Vossenwielen die eronder zitten. Dus het eindresultaat is gewoon mega dik geworden. Thank you.
Origineel is deze auto oranje, net als de remklauwen. Dat vond de eigenaar iets te opvallend, dus die vroeg aan ons van ja, kun je die ook hoogglas zwart maken? Tuurlijk, oranje vind ik persoonlijk heel erg dik, maar oké, zwart kan ook. Dit zijn de achterwielen van de auto, want de voorwielen die worden op dit moment hersteld. Je had namelijk langs de rand stoeprandschade. Nou is dat vrij makkelijk te veroorzaken natuurlijk met zo'n auto als deze. Het was best wel een stuk van het materiaal afgenomen, dus er wordt een nieuwe rand opgelast, wordt afgedraaid zodat die helemaal weer terug in zijn originele vorm komt, zonder dat je een plamuur of iets dergelijks gaat zitten gebruiken. Want we willen het alleen maar op de juiste manier herstellen natuurlijk. Daarna wordt de volledige velg ontlakt. Dus alle oude lak wordt er afgehaald. En dan gaan we ze helemaal opnieuw spuiten, zodat ze gewoon helemaal perfect als nieuw zijn. En dat ze helemaal 100% gerepareerd zijn. Dan komen we aan bij de Model 3. Deze heeft een aantal wensen. En dat is onder andere het verlagen van de auto. Wat al is gebeurd. Dichromen waar Damon en Timo nu mee bezig zijn. En dan een tint van de ruiten, dat gaan we vanavond doen. In een vorige video van ons over de Tesla Model 3 zag je al dat we een dichrome hadden gedaan in een grijs tint. De eigenaar van deze Tesla die wilde het graag in satin black. Omdat het het meest zou matchen bij de wielen. En dan zeg ik van ja, maar die wielen zijn toch grijs? Klopt, maar het hart is weer satin black. En als je dan toch op details gaat, laten we het dan ook in de dichrome doen. Komen we aan bij Absolute Detailing. Dit is een wat cleanere ruimte, omdat we hier ook wat cleaner moeten werken, letterlijk. Nu lijkt het wel een G-klasse werkplaats, want zoals altijd hebben we wel minimaal 3 of 4 G-klassen staan. De Urban G-klassen zijn ze nu aan het coaten om af te ronden. En hier staat nog een Porsche 992 klaar. Deze gaan we helemaal detailen. Het is een nieuwe auto, maar toch zitten er imperfecties in de lak. Dus we gaan hem helemaal strak maken. Daarna gaan we de voorkant voorzien van lakbeschermingsfolie. En dan uiteindelijk gaan we hem aftoppen met een glascoating voor een 100% bescherming. We hebben hier trouwens ook nog een GLA staan. Deze gaan we volgende week aanpakken. Want hier zit zoveel chroom op die auto. Ja, ik denk niet dat die verkocht zou zijn met al dat chroom erop. Dus deze komt vanuit de dealer. Die had deze waarschijnlijk op voorraad staan. Nou, iemand die wil dan wel zo'n GLA kopen, maar die vindt dat er te veel chroomwerk op die auto zit. Wat ik wel kan begrijpen, want kijk naar de voorkant, zijkant, dakdragers, doorpos, wielen, deurgrepen, kofferklepstrip, bumperstrip, diffuser, logo's, alles is chroom aan het ding. Dus dat gaan we even aanpakken. Een tent, een daktent. Ik ben nog wel bezig met de bevestigingspunten om hem verder in elkaar te zetten. En dan daarna moeten we gaan kijken hoe we hem boven het 4x4 gaan krijgen. Dat wordt nog spannend. Nou kijk, dit ding. Wat is het? Dit is eigenlijk een MacGyver camper. Het gaat op het dak van de G-Wagon. En daar hebben we eigenlijk alle handjes bij nodig. Dus. Nou, sinds vorige week nemen we de podcast van JJ Boske hier op. Bij ons, bij Absolute Motors, Absolute Detailing eigenlijk, om precies te zijn. Het is belangrijk dat er mooie auto's staan. Dus onder andere deze mooie speedster gaan we neerzetten in de detailingwerkplaats. En dan kunnen de opnames zo meteen beginnen. Thank you.
behoorlijk krap. Maar het is het waard. 1G Urban is niet genoeg. En 2 is dubbel zo dik. Zo, zijn we weer terug. Ik ga weer even een bakje koffie zetten. Dit was het voor deze video. Bedankt voor het kijken. Laat hieronder in een comment even weten wat je ervan vond. En ik zie je graag terug bij de volgende video van Absolute Motors.